Nou, hier zit een schuifraam en daar zit een grote onderdorpel in. En het steekt een stukje in het metselwerk, dus dat wordt even voorzichtig slopen. En nou, ik heb dat al van tevoren klaargemaakt en ook een andere timmertip over gemaakt. Kopse kanten met watervast houtlijm, twee componenten ingesmeerd. Dus ik hoop dat die goed is. Ik denk dat er een hoekje uit moet. En daardoor heb ik dit ook vol hout gemaakt hierachter, dat dat hoekje eruit kan. En die onderkant is ook helemaal behandeld met die twee componentenlijm. En ik ga dan eerst even slopen. Er liggen allerlei triplex plaatjes op en door de jaren heen een beetje te repareren. Maar ik ga eerst die triplex plaatjes eraf slopen en dan kijken we of we de uiteinden waar de tegen de muur daar een stuk weghakken en dan hoop ik dat hij in zijn geheel eruit komt. Nou, je ziet dat dit helemaal verrot is. Het is wel geen hout, denk ik. En dit is mijn oorspronkelijke maat. Hier zit een lasje waar dat raam overheen valt. En hier zit zo'n lasje waar dat raam en een sponnetje overheen gaat. Meestal is dat een los lasje dat niet uit de dorpel gehaald is. Maar ik heb extra hout meegenomen om daar een latje voor te maken. Hier zit een pen en hier zit een spijker doorheen naar boven. Die probeer ik er nou straks uit te slaan en dan maak ik dit allemaal schoon en dan zaag ik zo met de multizaag die pen eraf, dat mijn dorpel er zo onderdoor kan. Hier ligt een housje, een soort steunwig. Nou, die gaat er denk ik uit. En hier zit een hele grote spijker. Nou, die valt er wel uit als ik dat hout weg heb. Dus dan lost het wel zich op. En als ik deze truc nou aan de andere kant ook nog min of meer herhaal, dan ligt dat middenstuk gewoon los.
Mooi, hè? Heb ik een timmertip over? Zo, nou heb ik de pen weggezaagd. Nou zijn daar nog een paar stukjes, die moet ik wegzagen. Even een scherpe zaag in mijn multizaag en dan kan dat mooi weg. Ik ga niet aan die rand staan rukken, want die zit natuurlijk vast aan die dorpel. Dus hier in die naad, daar zal ik wel problemen krijgen. Dus ik zal met een scherpe kouwbeitel probeer ik die spijkers te zoeken en dan die kapot te slaan of door te slaan. Ik denk dat hier een spijker zit. Kijk, hier zit een spijker. Helemaal op het eind. Nog één. Kijk. De achterrand is er ook afgegaan. Die hing alleen maar nog maar aan de stukwerk. Nou, het is kapot gegaan, dat stuk werk. Kijk, nou ligt die. En nou, ik maak die dorpel erin. En dan ga ik kijken of ik hier dat stuk werk af kan schermen met een plaatje multiplex eronder. Wit geverfd, valt het minste op. Dus dan is het een soort verlengstuk van dat ding geworden. Van die rand, van die vensterbankrand. Dus dan... kunnen we zo die dorpel erin gaan passen. Eerst dat gruis allemaal weg, goed schoonmaken met de stofzuiger. Eens kijken of hij erin wil. Hij is toch daar kapot. Dus als ik dit nou zo zaag. Daar zitten spijkers. Dat is waar ook. Nee, die heb ik eruit getrokken. Als het goed is, maar ik voel ze wel. Hier. Wat dat nou is. Thank you.
En dan, ik vul dit dan helemaal aan met houtrotsvullen. En dan hecht hij hem aan de onderdorp op. De voeg is nou aangesmeerd helemaal en hij is gedeeltelijk, zit hij nog in contact met die stijl waar ik hem met de zaag doorgezaagd heb, helemaal achterin. En daar heb ik ook ingesmeerd met houtrotvullen, dus dat plakt ook nog. Dus het water kan er niet ertussen. Alles zit dicht. En hij hecht aan de dorpel, die gaat nergens meer heen. Ik hoef niet te schroeven, niet te schietspijkeren. En dit voeg ik later wel af met specie. Het voegje daar bij die stenen. Dagmaat. En nu is het glad gesmeerd, die doet er geen plakband meer over. Dat is een werk voor morgen. Alleen in de sponning waar het raam komt, daar doe ik wel plakband, want anders blijft het raam eraan hangen. Het raam heb ik verhoogd door een lat eronder te maken die hoger is, zodat er grepen erop kunnen. Ik heb rond het metselwerk een beetje afgevoegd. Nou moet het ter plaatse van de houtrotvullen moet nou even geschuurd worden en dan is die schilder klaar. Onder die rand was het stukwerk kapot. Daar heb ik nou een plank onder gelijmd. Onder die rand, en daar zie je nou niks meer van. Kan je ertussen kijken en dan zie je helemaal niks meer van. En dan repareer ik dit stukwerk nog een beetje hier. En dan is die weer als nieuw.